Ik ben 7 en 8 oktober aanwezig bij Gameforce. Het is namelijk 2 keer zo groot als vorig jaar en daardoor het grootste gaming evenement van Nederland. En er is ook extra veel ruimte voor jong publiek, want er is dit jaar een kidszone. Waar ik 7 en 8 oktober ook aanwezig ben. Dus wil je mij ontmoeten en tegelijkertijd bij het grootste gaming evenement van Nederland zijn? Koop dus nu snel je kaartje voor Gameforce. Het is 7 en 8 oktober in de jaarbeurs in Utrecht en misschien zie ik jou dan wel daar. Mick, wakker worden. Zo pro. Mick. Jeetje. Oh, wat is er? Het is tijd. Wat? Het is tijd? Wat zeg jij nou weer? Het is tijd. Oké, ja, het is tijd om wakker te worden. Nou, dat heb ik wel gemerkt, ja. Ja, dat ook, maar we gaan bij Giel zijn bunker inbreken. Bij Giel zijn bunker in... Waar? Ja, weet je namelijk nog die ene bunker die bij Giel in zijn muur... Die we toen hadden gevonden waar we zeiden dat we ingingen, maar met potions en zo. Ah, oh ja. Toen wij over die bunker... Oh, wow, wacht. Wij waren over die muur heen gesprongen om te kijken wat daar toen was. En toen zagen we ook iets bij die boom, ja. Iets van een bunker of zo. Ja, inderdaad. Ik bedoel namelijk deze bunker. Oké, hier is de ingang. Oké, dit ziet er heel ziek uit. Oh. Kijk, zie je? Dit... is echt insane. Zo, ja, dat... Ik was dat helemaal vergeten. Ja, inderdaad. En kijk eens even hier. Zo, alsjeblieft. Die gaan we wel nodig hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, pro, ik had nog een invisibility potion. Maar ik heb er nu 2, dus nou kan ik extra lang. Dat is dan leg er maar 1 terug dan. Ja, die had ik van je gestolen. Het spijt me. Wat? Gaan we nog een flashback hebben? Weet je nog toen ik jou aan het bespioneren was? Toen jij met Giel allemaal aan het praten was? Hier, kijk maar. Kijk dit. Bro, waar ben je mee bezig? Wat gebeurt? Bro, waarom heb je Mick meegenomen? Waar ben je mee bezig? Weet je dat nog, bro? Ja, dat... weet ik nog. Maar ik heb het wel goed gemaakt met... ik heb een huisdiertje voor je gehaald en zo. En, ja, en dat, daar ben ik ook heel blij mee. We hebben er goed over gesproken. Wil je ook een huisdier flashback? Nee. Dat hoeft niet. Ik kan wel even laten zien. Ik wil even kijken hoe het met Olly gaat. Even kijken. Ja. Hoppakee. Want Olly die woont dus tegenwoordig boven. Of ja, hij woont sinds kort boven. Want ik heb hem pas sinds kort. Kijk eens aan. Hier is hij dan. Olly zijn huisje. En het gaat nog helemaal goed met Olly. En kijk, we hebben speciaal zo met die tralies gedaan dat Olly wel naar binnen en naar buiten kan, maar mensen zoals Giel niet. Nee, inderdaad. En Mick, ik heb trouwens ook nog gauw even deze gepakt. Dan kunnen we misschien via een plekje op de muur springen. Oh ja, dat is heel erg slim. Oké, weet je wat? Ik denk dat we even weer terug moeten naar onze geheime basis. Om even onze netherite kleren daar neer te leggen. Want anders zijn we natuurlijk niet onzichtbaar. Daar hebben we natuurlijk die geweldig mooie standaarden voor. En ik ben dan... die hebben we natuurlijk. En ik ben heel... Auw! Je duwde hem... Auw! Zo, ik begin bijna dood. Oh jee. Wow, je duwde mij zeg maar letterlijk naar links. Waardoor ik fall damage kreeg. En toen ging ik bijna dood in de lava. Oh nee. Ja, dat zag sorry. Dat zag er heel ongelukkig uit. Even kijken. Ja, daar hebben we deze mooie standaarden voor. Ik moet echt wel nog steeds eventjes die netherite armor enchanten een keer hoor. Ja, dat moet inderdaad wel echt, ja. Zo. Hoppakee. En dan gooi ik mijn bazooka. Die ga ik ook mooi terugleggen hier. Want ja, die heb ik ook niet per se nodig. Eventjes kijken voor de verdere rest. Ja, een pickaxe is wel handig. Je weet maar nooit. Laten we gaan. Yes. Oké, hier naar boven. Hoppakee. Woe, let's go. Ja, dit blijft leuk. Het blijft leuk. Ja, ik ben heel benieuwd, want die bunker... Ja, normaal zijn geheime bunkers best klein. Dus misschien wordt het niet heel spectaculair wat we gaan zien. Nee, dat is zo. Maar ik denk op zich wel dat het een redelijk grote bunker gaat worden als ik heel eerlijk ben. Als we moeten afgaan van hoe zijn muur eruit ziet... Dan denk ik dat die vriend van hem ook wel... best wel een gave bunker heeft gemaakt. Ja, hij heeft sowieso niet zelf die bunker gemaakt. Nee, dat zal wel weer die vriend van hem hebben gedaan. Terwijl ik wel... Giel doet niks zelf meer tegenwoordig. Nee. Laten we heel eerlijk zijn. Nee, dat is waar. Terwijl ik wel heel erg veel mee heb geholpen aan die kasteel. Ja, precies. Sterker nog, ik heb eigenlijk het begin helemaal zelf gemaakt. En jij hebt heel goed mijn nagebouwd. Ja. Ja, ik heb jou heel goed nagebouwd. Maar de geheime bunker en zo. Ja, dat is waar. Klopt. We hebben eigenlijk allebei gewoon evenveel gedaan. En zo hoort het ook in een team, hè? Ja, helemaal mee eens. Wel een dingetje. Waar wil je ongeveer de potions innemen? Want we moeten wel goed van tevoren doen. We hebben namelijk, 8 minuten voor beide potions. Ja, dus we moeten wel snel zijn. Maar ik denk dat we gewoon eerst die berg op gaan komen. Want ja, dan ziet Giel dat... als Giel thuis is, dan ziet hij dat niet, denk ik. Nee, dat is zo inderdaad. Want we kunnen heel mooi achter die bomen verstoppen. Het is eigenlijk niet zo slim de plek waar Giel zijn basis heeft neergezet. Want die berg, ja,
Ja, die zorgt die helpt echt ons wel heel veel. Ja, die zorgt er echt voor dat je heel makkelijk naar binnen kan kijken en alles. Ja, ik vind het niet erg. Ik vind het ook zeker niet erg. Kijk eens aan, dan gaan we hier helemaal omhoog. En dan kunnen we überhaupt kijken of hij thuis is of wat hij aan het doen is. Ja, ik ben al even een oogje in het zaal aan het houden. Ik zie hem niet ergens staan op de maar muur. Maar ik zie wel, volgens mij was dat paarse gebouw daar rechts onder achter, zeg maar, nog niet hoor. Het paarse gebouw... Oh, nee, dat is zeker nieuw inderdaad. Wat is hij allemaal uit aan het voeren daar binnen die muur? Ik zie iemand met een geel mutsje op zijn hoofd of zo. Of wat? Zou dat... Ik zie het ook, ja. Zou het een helm zijn? Volgens mij is dat een of andere... Bulder of zo. Ik denk dat die vriend is, toch? Dat moet haast wel. Is dat niet misschien gewoon Giel met die schaars of zo? Nee, hij zou nooit nee, een schild op want ik zag twee mensen, bro. Oh, ja. Oké, ik zie het. Pas op. Oké, laten we die potion nu innemen. Oké, laten we hem innemen. De eerste onzichtbaarheid natuurlijk. Eerste onzichtbaarheid. Hoppakee. En dan de leaping. Ja, die gaan we ook gelijk achterna. Hoppakee, oké. En dan moeten we, ik denk, bij dat steen gaan staan. Daar. En daar kunnen we denk ik wel eroverheen springen met die potion. Hopelijk wel, ja. Even het kijken wel lastig. Of het goed kan. Oké, ik ga het proberen, ja. Ik weet niet of ik het haal, hoor. Via de cactus misschien, ja, inderdaad. Oké, dat ging bijna fout. Nee! Oh, ik ben helemaal dood gegaan. Oké. Oh, nee, nu zijn de potions ook weg. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh, nee, die muur is echt een stuk beter beveiligd. Oké, ik moet snel terugrennen, want ik wil kijken hoe het met de pro gaat. Oké, ik moet snel terug naar de pro. Even kijken of het hem wel is gelukt. Ik heb geen idee. Hij is ook onzichtbaar nu. Dit is eigenlijk helemaal niet handig. Pro, als je mij ziet, ik weet dat je onzichtbaar bent, maar... drop iets op de grond, dan weet ik waar je bent. Want ik hoor je ook niet, want je bent onzichtbaar. Pro? Huh? Oh, ik zie het. Wat? Nog een potion van invisibility? Oh, daar ben je, pro! Hoor je me weer? Ja, ik hoor je weer. Oh. Oké, top. Ik had wel een beetje verwacht dat dit ging gebeuren, als ik heel eerlijk ben. Gewoon... Maar we moeten snel zijn. Hier heb je wat enderpearls. Waarom gaf je die niet gelijk? Ik dacht misschien dat we wel konden doen met springen en. Maar ja, snel, ga erop. Boom. Oké, ik sta op de muur. Ik sta ook op de muur. Oeh, ik heb wel weinig hartjes. Eten. Oké, wacht. Ik zie Giel daar lopen. Oh, dat begint er echt al mooi uit te zien, hoor. Misschien kunnen we hier in dat water terechtkomen als we springen. Dit wordt zo ontzettend vet. Gewoon over nooit meer eten te oogsten en zo dadelijk. Dit is... Zit Giel nou een beetje in zichzelf te praten of kan die andere gast niet terugpraten, pro? Ik heb geen idee. Ik zal hier in het water springen hiervoor? Ja, we gaan in het water springen. Auw! Oké, dat deed een beetje pijn. Zo. Oké. Volgens mij, als ik het goed had, zag ik hier... Ja, ja, snel naar beneden, Kijk naar beneden. Oké. Oké, pro, jij bent er ook high. Zo, wat is dit alweer? Dit is geen... gigantisch. Dit is geen kleine geheime bunker. Wat is dit? Kijk dit hier! Dit is de uitgang. Dit moet de uitgang wel zijn. Hij heeft zelfs een grote letter G. Ga door al de kisten. Leeg. We hebben hier helemaal geen tijd voor, pro. Maar er moet toch wel ergens een kist. Er moet toch wel ergens iets in zitten? Ja, dat klopt. Oké, dit is ook allemaal leeg. Hier is het steen in. Daar heb je dus helemaal niks aan. Oh, hier kan je naar boven. Oké, even kijken. Is hier iets leuks? Nee, dit is ook helemaal leeg. Wat is dit? Huh? Pro, ben je... Nick, pas op. Hij zit hier. Giel's hier. Ja, hij hoort ons en ziet ons niet. Dus dat is fijn. Ik weet niet waar jij bent. Ik ben hier. Oh, jij bent hier gewoon. Ja. Oké, dit is de uitgang. Oh, ja, had je het over deze kist hierboven? Nee, die heb ik nog niet gezien. Ik ben wel weer moe geworden van al het werk, hoor. Wat? Oh, hier liggen ook twee kisten. Hij heeft hier ook een bed. Hij heeft hier zelfs een slaapkamer. Hij is hier dus gewoon al die tijd geweest toen we het zagen. Wacht, ik wil dus in die kisten kijken op zijn slaapkamer. Maar dan ziet hij natuurlijk die kisten opengaan. Piek. Oh, kijk dit. Kijk. Hier had hij een soort van wapenkamer. Kijk, waar ben je? Ik ben hier, achter je. Oké. Hij gaat hier in deze kist kijken. Zijn al deze kratten. Ik wil ook even kijken. Oh, zo. Pas op, dan wil die kist niet openen voor zijn neus. Oké, volgens mij is hij echt bijna niks. Mick, kom eens mee. Zie ik allemaal van gekke belletjes in de lucht. We moeten wegwezen. Ja, we moeten echt hier weg. Kom snel hier. Wat is er? Misschien dat als Giel niet kijkt, dan we set je netherite mee kunnen nemen. Hij kijkt niet. Oké, ik moet snel mijn handen wegmaken. Waarom ziet het allemaal zwevende items? Wat is dit? We moeten wegwezen hier. Weg. Nee, dit zijn sowieso Mick en Pro, of niet? Oh nee, hij zei onze naam al. Pak je enderpearls. Oh jeetje. Ja, die moet ik nog pakken. Gooi hem. Oké, zo. Hoppakee, heb ik hem goed gegooid, please? Oh! Ah! Hey! Nee! Oh ja! Oh, dat was perfect! Ik zie hem.
Oh, dat ging echt net perfect. Hij stond letterlijk bij me en toen ging die enderpul zeg maar werken. Ik ben hier naast je. Doe je pickaxe weg, Oké, ja, ik heb wel echt honger. Oké, ik moet echt even eten. Eer dat hij op de muur is, zijn we al lang weg, joh. Ja, joh. Oh, dit ging echt perfect. Dit ging echt net goed. Oh, en ik heb een setje netherite erbij. En ja, hey. Weet je wie nou geen set netherite heeft meer? Of ja, Giel. Eentje minder. Giel, ja, precies. Kom terug, jongens, kom terug! Oh, ja, je ziet ons toch niet, Giel. Ze gaan er zoveel spijt van krijgen. Ja, dat zal wel. We gaan er altijd spijt van krijgen. Dat zegt hij altijd. Ja, dat zegt hij inderdaad altijd. Dat is een beetje zijn catchphrase geworden. Dat zegt hij altijd heel vaak. Ja, precies. Ik ga gewoon met die enderpuls. Ben ik wat sneller? Nou ja, het doet eigenlijk wel heel veel damage. Ja, oké, bro. Dit was echt een goed idee van jou. Wil je nou zien wat Giel allemaal aan het doen is in de survival? Klik dan snel op deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Mick out.